Ik ben het meest trots op onze recente SING-cijfers. Zowat al onze titels zijn erop vooruit gegaan. We hebben nu het grootste weekblad in huis. We hebben nu het grootste betalende weekblad in huis. Met de zondag, met die bellen. Dus onze redacties worden multimedialer. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk Trends en integratie met Kanaal Z. We krijgen video in die redactie. We krijgen een centrale desk. We krijgen nieuws elke dag opnieuw. Maar er is natuurlijk ook plaats voor duiding en diepgang. Maar ook de andere titels hebben enorm goede cijfers gehaald. En dat lijkt maar een cijfer, maar er zit ongelooflijk veel werk achter van die redacties. Zowel print, online, iedereen heeft daar eigenlijk aan meegewerkt om dit resultaat te bereiken. En ik vind dat een ferme opsteker naar de toekomst toe. We zijn al de sterkste en al de mooiste merken in hun domein in de print. Uiteraard willen we dat dat ook online gebeurt, dat we professionele merken hebben, dat we kwaliteit uitstralen, dat we heel sterke synergieën maken tussen de merken. Dat is eigenlijk echt de toekomst. De toekomst zie ik als uitdagend en veelbelovend. Ik denk dat we voor heel wat uitdagingen staan, maar het lijkt me ook een toekomst waar ik nu vandaag al aan wil beginnen.